Het blijft nu open, er komen geen... Ja, het blijft open. Het blijft open, nou fantastisch. Westeinde is onbereikbaar, dit is goed bereikbaar. Westeinde heeft een verouderde infrastructuur. Het is bizar dat dit dicht moet. Het is heel goed nieuws dat het open blijft voor een heleboel ouderen hier in de buurt. Dus dat is een tamelijk bizarre beslissing dat dat dicht zou gaan. We hebben heel goed geluisterd naar iedereen. We zijn eigenlijk de afgelopen jaren continu met iedereen in gesprek geweest. Met wijkverenigingen, met de gemeente, met de GGD, met huisartsen. Eigenlijk met allerlei mensen die heel erg betrokken zijn bij de zorg die op de locatie HMC Bronnevo geleverd wordt. En we hebben al die input uit die gesprekken hebben wij meegenomen in onze planvorming. En ik denk dat het belangrijkste element daarvan is het stuk geweest waar onze organisatie samen met de zorgpartners eigenlijk de schets voor het nieuwe innovatieve zorgconcept voor deze wijk heeft neergezet. En dat stuk gaan we heel prominent de komende jaren met elkaar uitwerken. Dat vertaal ik een klein beetje als ja, we zijn gezwicht. U mag dat vertalen als we zijn gezwicht. Zoals wij het zien, luisteren wij goed. Zijn wij continu in dialoog met iedereen. En wij zijn er als HMC om te doen wat de inwoners nodig hebben. Wat is er zo waardevol aan een ziekenhuis in de wijk hebben? Het is voor de mensen hier in de omgeving veel makkelijker bereikbaar. En het is ook voor mensen die hulp nodig hebben om ergens te komen veel makkelijker bereikbaar. Oudere mensen zijn meestal onhandig in het openbaar vervoer. Ik denk ook dat het meer dan een wijkfunctie heeft. Ik denk dat het ook buiten deze wijk op prijs gesteld wordt. De keuzes die Haaglanden Medisch Centrum maakt zijn gebaseerd op de verdere groei en vergrijzing van de stad. We staan met z'n allen voor een enorme opgave de komende jaren als het gaat om de juiste zorg op de juiste plek. Ik vind het verstandig dat HMC daarop inspeelt met een nieuw huisvestingsplan. Als gemeente hebben we steeds gezegd dat de bestemming op die locatie zijn zorgfunctie moet behouden. Volledig terecht dat het weer open gaat. Met deze oudere mensen, al die sportvelden, bespottelijk dat dit zo gebruikt wordt.